De gele kubus in Arnhem staat er al sinds september. Toch roept het gebouw bij veel mensen nog vragen op. Zo ook bij de Arnhemmer Bram Deriks. Hij vroeg de gemeente om antwoord door middel van een wet openbaarheid van bestuur. Het heet een zogenaamde room divider en het is het idee dat het een afscheiding is tussen het drukke deel waar we nu staan, het Willemsplein, en het rustige deel aan de andere zijde. En tot het wordt gebruikt, of het moet worden gebruikt om allerlei initiatieven vorm te gaan geven, zodat men weet wat er in de toekomst met het plein moet gaan gebeuren. Er is opdracht gegeven aan Studio Rap om een kubus inderdaad te maken uiteindelijk. Maar die zou helemaal transparant zijn. Dus als je hier buiten op Willemsplein zou staan, zou je er doorheen kunnen kijken. Er zou een hele mooie LED-verlichting binnenkomen. En er zouden 3 verdiepingen inkomen waar je dan als je er buiten staat, dat je mensen zou kunnen zien zitten. Er zou een restaurant inkomen, een bar en nog een kantoortje van de organisator. Maar zoals je ziet, je kunt er niet doorheen kijken. Er zijn geen verdiepingen gekomen, er is geen LED-verlichting gekomen. Er zouden ook nog toiletten komen, die zijn er ook niet gekomen. Dus uiteindelijk is het alleen maar een blok geworden en heel klein van binnen. En het heeft eigenlijk niks meer te maken met hetgene wat er zou komen. Het heeft vooral waarschijnlijk te maken met de druk die vanuit de politiek was om het zo snel mogelijk te bouwen. En het is gewoon de architect die het ontworpen had, is niet gelukt om hetgene te maken wat hij aan had geboden. En de gemeente heeft gezegd, nou weet je, ga maar door en wij blijven wel betalen, komen de feiten op neer. En uiteindelijk is er gebouwd wat niet af was gesproken. En dat is natuurlijk heel vreemd. En welke partijen zijn hier allemaal in het geding? Wie doen hier allemaal mee aan deze kubus? Nou, dat was Studio Rap, was degene, de architect. Daar is een conflict mee geweest en die is uiteindelijk, heeft de gemeente daar uit coulance wat extra geld aan betaald en die is uit beeld. En nu is er nog Crazy Coasters, dat is een organisatiebureau. En die moet eigenlijk zorgen tot alles wordt georganiseerd wat er zou moeten gebeuren. En de gemeente uiteraard als opdrachtgever. En dan is er ook nog een ondernemer die aan het plein zit, die zou er moeten zorgen voor de horeca. De gemeente die is verantwoordelijk en ook eigenaar van de kubus, dus die heeft alles betaald. Want in eerste instantie, wat ik uit het stuk heb gehaald, willen ze inderdaad dus iets bouwen van 68.000 euro. Maar vervolgens bleek, ja, hij moest 12 meter hoog worden. Dat kwam omdat die verdieping oorspronkelijk nog in zou komen. Nou, dat vangt heel veel wind, sneeuw, als het ooit nog komt, dan komt het er bovenop te liggen. Nou, dus vandaar dat het materiaal veel dikker en steviger moest worden. Nou, toen moesten dus de stijgers werden veel groter, erin moesten komen te staan. Daardoor door die platen, die moesten dikker worden, waardoor ze niet meer doorzichtig waren. En uiteindelijk is er binnen een hele kleine oppervlakte overgebleven, waar je wat mee kunt gaan doen. Jullie hebben natuurlijk een aantal artikelen hierover gepubliceerd en ik zie nu van de reacties eronder dat iedereen schrikt van het geld, dat het 68.000 euro kost, maar uiteindelijk zijn alle kosten bij elkaar boven de 230.000 euro geworden en tot er gewoon eigenlijk niemand weet wat er gaat gebeuren. Er is geen website, dus niemand kan gelezen wat er gaat gebeuren, er is geen plan. Dus de reacties die zijn zeer negatief die ik eigenlijk overal onderlees. Maar als ik goed ben geïnformeerd, dan is er wel door de gemeente betaald voor zo'n website. Dat klopt, dit is betaald en die is er nog steeds niet. Er is wel een webpagina, dus als je naar de Kubus Arnhem gaat, dan word je automatisch doorverwezen naar een Facebookpagina. En daar staat eigenlijk helemaal niks op. Er staat een plaatje op van de Kubus en er staat een plaatje dat er 2 evenementen komen. En voor de rest staat er niks op. Hoe lang staat dat ding hier? Hij zal er een jaar staan. Dus vanaf 1 oktober dit jaar, vorig jaar, dus 1 oktober dit jaar wordt hij weer afgebroken. En in de tussentijd moeten we wachten, zien wat er gebeurt. En iedereen wacht op elkaar. Heb ik dat goed begrepen? Ja, klopt. Iedereen wacht op elkaar. Niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen hiervoor en er toch nog wat van te gaan maken. En dat vind ik hartstikke jammer.